En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst. Die duurt tot en met morgen 20 september. Gedurende de avond is er in het binnenland een regenbui mogelijk. Tijdens de nacht blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel of mist in enkele gebieden. Morgenochtend is er een enkele regenbui mogelijk. In de middag komen er buien voor, soms met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 20 september de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 36 graden Celsius. Op enkele plaatsen kan er een matige onweersbui, soms met windstoten, voorkomen.